Hallo en welkom bij een filmpje van Paardenfeest. Ik ben Julie en ik wil je vandaag iets gaan vertellen over adem. Je adem is echt een heel belangrijk en eigenlijk essentieel communicatiemiddel. Je paard zal jouw adem echt feilloos kunnen lezen. Dus waarom zou je het dan niet gebruiken als het zo'n fantastisch instrument is? Maar wat ik heel vaak zie, is dat heel veel mensen zich niet altijd even bewust zijn van hun adem. En een hele mooie oefening om je wat meer bewust te worden van je ademhaling is door in de kindhouding te gaan liggen. Dat is een oefening uit de yoga. Ik zal hem zo meteen ook even voordoen. Het mooie van die kindhouding is dat je heel goed vooral de lage plekken in je lijf kan voelen. Dus je buik, je flanken, je rug. Dat je die heel goed kunt voelen als je ademt. En dat is een hele belangrijke stap in het je bewust te worden van je adem. Dat doe je als volgt. Je gaat op je knieën zitten. Ik zal even draaien. En dan breng je eigenlijk gewoon je hoofd naar de grond. Als je niet helemaal tot op de grond komt, is niet erg. Kun je een kussentje of iets anders neer gaan leggen, zodat je niet je hoofd ergens hangt. Maar je gaat gewoon liggen en adem dan maar eens een keer of vijf heel rustig in en uit. En dan voel je vanzelf, als het goed is, dat je adem dieper komt dan alleen maar je longen. Dus het ziet er zo uit. Ben je nou heel erg stijf of heb je last van bijvoorbeeld bekkeninstabiliteit, dan is dit een beetje een rottige houding. Wat je dan nog kunt doen is op een stoel gaan zitten en dan voorover buigen. Dat heeft ongeveer hetzelfde effect, maar dat werkt bijna net zo sterk en net zo krachtig. Dus nou, twee opties om dat te oefenen. Wil je nou meer weten over je adem, wil je er meer over leren? Ik geef met mijn zeer gewaardeerde collega en lieve vriendin Monique van der Hoeven een dag over adem. Ik zal straks even onder dit filmpje zetten wanneer dat precies is, maar dan gaan we een hele dag gaan we ons verdiepen in de adem. En na die dag weet jij veel meer, heb je veel meer tools om in te zetten, ook als je met je paard bezig bent. Nou, succes met oefenen en heel graag tot een volgende keer.